De zon, zie hem schijnen, lekker warm, maar weet je dat de zon deeltjes uitstraalt die door jouw lichaam heen gaan? Op dit moment gaan door jouw vinger 65 miljoen deeltjes per seconde, behalve natuurlijk als de zon even niet schijnt, 's nachts dus. Die deeltjes, dat noemen we neutrino's, het onderwerp van deze video. Waarom moet er een neutrino bestaan? Nou, kijk. Ik heb hier een koolstofatoom, 14,6 koolstof. We kijken eventjes binnen erbij. En dan zie je bij koolstof 14, ja, hier onderaan, dat daar een beta-deeltje vrijkomt. Het is niet stabiel. Ja, kijk, die andere twee zijn knap stabiel. Maar koolstof 14 is niet stabiel. Er komt een beta-min-deeltje vrij. Dus, ik heb verval met beta-min. Beta-min is een elektron. En als afkorting kun je daar zeggen van, hé, dat is 0 min 1 beta. En dan verschijnt er een 14,7 stikstofkern. Ja, daarboven blijft het getal 14, daaronder links 6 en rechts min 1 en 7, samen ook 6. Dus de vervalvergelijking is hier. Nou, voor en na moeten een aantal behoudswetten zijn. Zo is er een behoud van energie. Ja, en let op, energie is wel inclusief een eventueel massadefect. Dat moet gelden. Het moet gelden een behoud van impuls. Daar kom ik later op terug. Maar impuls is hetzelfde als m maal v. Massa maal snelheid. En dat moet links en rechts ook gelijk zijn. En er moet een wet van behoud van impulsmoment zijn. En impulsmoment, dat is eigenlijk de hoeveelheid draaienergie die er eerst is, en op het eind moet er evenveel draaienergie zijn. En het blijkt dat als je naar de bovenstaande verval kijkt, dat die behoudswetten niet kloppen. En daarom was de theorie van, hé, dan moet er eens een deeltje bij. En dat deeltje, dat noemen we het neutrino. En als er een elektron vrijkomt, dan blijkt er dat er een anti-elektron neutrino bij moet komen. Heb je een vervalvergelijking waar niet een elektron bij vrijkomt, maar een positron, dan komt er een elektron neutrino bij vrij. Ja, dus net andersom, bij een elektron is een anti-elektron neutrino, bij een positron, dus een anti-elektron, komt een elektron neutrino vrij. Nu heb je behalve elektronen, heb je ook elektronen die een zwaarder type ervan zijn. We noemen dat muonen. Ja, dus muon is in feite een elektron, maar dan zijn zwaardere broertje ervan. En als er een muon vrijkomt, dan komt er ook een anti-muon neutrino vrij. En je snapt het wel, behalve muonen heeft natuurlijk ook antimuonen. En als er een antimuon vrijkomt, precies, een muon neutrino. Het gaat nog mooier, want we hebben ook nog tauonen. En tauonen, dat is het zwaarste type elektron wat wij kennen, althans tot nu toe. Je weet nooit wat de toekomst brengen mogen. En hierbij hoort het anti-tauon neutrino. En behalve tauon natuurlijk ook het anti-tauon. En daar hoort het tauon neutrino bij. Oftewel, je kunt het in drie groepen opsplitsen. En let op, ik heb nu de neutrino's ook even weer omgeswitcht. Hè? Dus anti-elektron, neutrino en elektron, neutrino even omgeswitcht. En deze groepen die zijn ingedeeld naar massa. De groep met de lichtste massa komt het meest voor in onze natuur. Dat is de eerste generatie. De zwaardere massa heb je meer energie voor nodig. Tweede generatie. En voor de groep waar het meeste energie voor nodig is om ze te kunnen krijgen, noemen we de derde generatie. Al deze deeltjes, die scharen we onder de naam leptonen. Ja, dus leptonen, ja, zijn één van deze deeltjes. En ieder lepton heeft ook een bepaald getal. Een getal heet het leptongetal. Dat elektron en het elektroneutrino hebben als leptongetal plus 1, positron en het anti-elektron neutrino min 1, nou, et cetera, et cetera. En daarmee kun je gaan rekenen. Stel je voor, ik heb deze kern
En dan heb ik een neutron. Let op dit neutron moet je zo meteen even letten. En dat neutron, dat verandert in een proton. Nou, daar kun je het vervalvergelijking van opschrijven. Ja, je hebt een neutron, het wordt een proton. En dan moet er een elektron bij vrijkomen. En dan heb je dus ook meteen een anti-elektron-neutron erbij. En dat anti-elektron-neutron kon je ook vinden vanwege het leptongetal. Het leptongetal, ja, die geeft een neutron, dus geen lepton. Dus die heeft een waarde 0. Het proton is geen lepton, dus is ook 0. Het elektron is wel een lepton. En het leptongetal van het elektron is plus 1. En dus moet er een deeltje bij zijn die een leptongetal van min 1 heeft, want anders heb je niet de wet van Bouw van leptongetal. Maar dat is er wel. Dus dat anti-elektronneutrino moet er ook bij vanwege het leptongetal. Leptongetal voor 0, leptongetal na 0. Oftewel de wet van behoud van leptongetal. Prachtig. Omgekeerd, een proton wat een neutron wordt, krijg je op deze manier. Ja. En even kijken wat hier geldt voor leptongetallen. Proton heeft natuurlijk 0. Het elektron heeft leptongetal plus 1. Neutron 0. Kortom, ik mis aan de rechterkant eigenlijk nog een 1. Oftewel, bij dit verval moet je ook een elektronneutrino tegenkomen. Een ander voorbeeld. De annihilatie. Ja, wat was het ook weer? Je hebt een positron en een elektron. En die komen elkaar tegen en ze heffen elkaar op. En er ontstaan twee gamma-stralen, twee fotonen. Ja, eventjes een vervalvergelijking. Het elektron en een positron komen samen en je krijgt dan twee gamma deeltjes. Nou, deeltjes, dat zijn eigenlijk geen deeltjes, hè. Laat maar eventjes op fotonen houden. Maar waarom zo en waarom niet zo? Nou, allereerst eventjes duidelijk, die onderste die treedt niet op. Maar de vraag is natuurlijk van waarom zien we alleen de bovenste optreden en die onderste nooit? Dat komt vanwege de wet van behoud van impuls. En impuls, daar kijken we even naar, die is m maal v. Massa maal snelheid, maar niet alleen zomaar massa maal snelheid. Nee, het heeft ook een richting. Impuls heeft een richting en die moet dus ook behouden worden. We kijken even naar de wet van behoud van impuls bij de annihilatie. Ja, je hebt dus positron en het elektron. Positron heeft een bepaalde massa. Het elektron heeft precies dezelfde massa. Dus die zijn links en rechts precies gelijk. Dus wat dat betreft is de impuls links en rechts ook precies gelijk. Maar stel je voor, ze hebben even grote snelheden. Ze zijn wel tegengestelde snelheden. Dat betekent dus even groot, maar tegengestelde richtingen. Dus heb je ook dat de impuls links en rechts tegengesteld zijn. Oftewel, massa gelijk, snelheden precies tegengesteld. Dat betekent dat de totale impuls vooraf 0 is. En dan krijg je met wet van bouw van impuls dat je ook na de tijd een impuls van 0 moet hebben. Dus krijg je ook op het eind 2 fotonen die tegengesteld van elkaar gaan vertrekken. Pats, die kant op. Dus deze vervalvergelijking, vooraf impuls 0, achteraf moet dan ook de impuls 0 zijn. En dat kan alleen maar als er twee deeltjes, twee fotonen zijn. Impuls. Eventjes aandacht voor de impuls. Impuls, massa maal snelheid. Snelheid natuurlijk in meters per seconde. En omdat massa kilogram is, is de impuls een kilogram maal meter per seconde. Of iets mooier geschreven, meter maal seconde tot de macht min 1. Als ik nu een elektron heb wat stilstaat, betekent dus dat de impuls 0 is. En een elektron wat
snelheid heeft, oftewel de impuls is groter dan 0, oftewel er is hier sprake van een impulsverandering, dan is het duidelijk dat voor een impulsverandering een kracht nodig is. Hoe groot moet die kracht wezen? Nou, daarvoor kunnen we Newton gebruiken. F is m keer a. A de versnelling. En versnelling is delta v gedeeld delta t. Snelheidsverandering per seconde. Ik ga links en rechts maal delta t doen. Want dan zie je dus dat rechts komt te staan m maal delta v. En m maal delta v is de impulsverandering. De impulsverandering van die elektron is dus gelijk aan de kracht maal tijd. Ik heb dus nu p is m maal v, maar ook delta p is f maal delta t. F de kracht die op het deeltje werkt en delta t de tijdsduur waarop die kracht op het deeltje heeft gewerkt. En dan krijg ik dus voor impuls als eenheid newton secondes. Ook dat is dus impuls. Ja, twee verschillende uitdrukkingen voor impuls. Nou had ik met impuls die annihilatie van het elektron en het anti-elektron. En links krijg je dus dat impuls nul is. Als natuurlijk rechts ook de impuls nul is. Maar links heb ik deeltjes. Dan kan ik inderdaad berekenen P is m keer v. Maar rechts, ja, dat is straling. Heb je geen deeltjes. Dus als je daar P is m of v zou doen, ja, wat moet je dan voor m invullen? Hè? Oftewel, voor die straling heb ik iets anders nodig. En daar gaan we naar kijken. Impuls is m maal v. Dus geldt ook impuls is m maal c. Ja, althans voor een deeltje met lichtsnelheid. Als ik nou links en rechts eerst eens keer c doe. Ja, dat mag links en rechts keer een getal. Dan zie je dus dat aan de rechterkant mc kwadraat staat. En als je mc kwadraat zegt, dan zeg je ook meteen precies e. E is mc kwadraat. Oftewel, impuls is e gedeeld door c. Impuls is de energie van iets gedeeld door de lichtsnelheid. Mijn derde uitdrukking voor impuls. En deze uitdrukking geldt dus voor straling, voor deeltjes zonder massa. Waarbij E de energie is van, in dit geval foton, masseloos deeltje, in joules. C de lichtsnelheid in meters per seconde. En dan krijg je dus de impuls. En voor impuls gebruik maar als eenheid kilogram maal meter per seconde. Je kunt deze ook een beetje schrijven, want wat geldt er voor de energie van een foton? Denk aan Planck. Energie van een foton is H maal F. H, constante van Planck, F, de frequentie. Als je nu ook nog eventjes doorhebt dat de golflengte is V gedeeld door F, in dit geval dus C gedeeld door F, dan zie je dus dat je impuls kunt schrijven als P is H gedeeld door lambda. Mijn vierde uitdrukking. P, impuls, is H, de constante van Planck, in joules per seconde. Lambda, de golflengte van het foton in meters. En natuurlijk iedere keer weer impuls van het foton, kilogram maal meter per seconde kwadraat. Vier verschillende uitdrukkingen voor impuls. De bovenste twee worden gebruikt voor deeltjes met massa. De onderste twee deeltjes zonder massa. Materie boven, straling onder. 65 miljoen deeltjes per seconde. Je moet er niet aan denken. Maar, geen nood. De deeltjes hebben geen lading. En ze hebben bijna geen massa. Dat is nog niet helemaal experimenteel goed uitgedokterd. Oftewel, ze zijn ontzettend moeilijk detecteerbaar. Dit is zo'n detectiemodule voor neutrino's. Hier proberen ze neutrino's te detecteren. Hoe gaat dat in zijn werk? Het is in feite één groot watervat, die detector. En het watervat bevat natuurlijk miljarden en nog eens miljarden wateratomen. Moleculen bedoel ik, sorry. Het neutrino schiet er doorheen. En als er zoveel neutrino's zijn,
heb je kans dat er een van de neutrino's een interactie doet met een watermolecuul. En er ontstaat een lichtflitsje. En dat lichtflitsje, dat wordt gedirecteerd door allemaal lichtdetectoren wat er omheen zit. Die lichtdetectoren, die zie je hier. Ja, en op die manier kan men toch neutrino's detecteren. Kortom, de neutrino's, de spookdeeltjes zoals ze wel eens een keer genoemd werden, ja, die zijn niet zo spookachtig als het lijkt. Tot ziens, bedankt voor je aandacht.